Welkom terug in Piratenland. We staan hier op mijn markt die ik in de vorige video heb gebouwd. En ik ben er nog steeds enorm blij mee hier bij het anker in de buurt. Maar vandaag gaan we wat anders doen. We gaan helemaal niks op de markt doen, althans niet dat ik weet. In ieder geval, ik heb hier een aantal nieuwe chocoboxes met hele mooie blokken neergezet. Want het is vandaag eindelijk de dag dat wij het vakantiehuisje van de koning gaan inrichten. Maar voordat we dat gaan doen wil ik natuurlijk wel even naar de koning toe lopen en vragen of hij er is. Want ik heb een leuk ideetje. Maar dat ga ik gelijk niet eerst aan jullie vertellen, dat wil ik gewoon aan jullie en aan de koning vertellen. Hallo? Is er iemand thuis? Ik zie een nametag. Is er iemand... Oh, wat is hier aan de hand? Hallo? Ridder? Ridder? Oh. Hey, hey! Hey, goedemiddag. En wat dacht je te doen? Goedenavond, toch? Nee, middag. Ochtend zelfs, volgens mij. Oh, oké. Okay. Hey. Wat was je aan het doen? Ik was lekker aan het kijken naar de tv. Was je niet aan het slapen? Nee, ik weet niet. Nee. Nee? Weet je het zeker? Ik weet het zeker. Oh. Hey, kom eens van die poeltafel af. Ja, okay, ja sorry. Ja. Waar is de koning? Ik moet hem even spreken op het moment. Ik had gehoord, hij zei tegen mij dat hij heel graag vakantie wou vieren. En dat hij wou vakantiehuisje vieren. Maar toen zag je dat het nog niet helemaal ingericht was. Ja, ik was bezig. Ik moet nog beginnen met de inrichting van het vakantiehuis. Dus hij moet nog heel even geduld hebben. Ja, daar was hij dus helemaal niet blij mee. Dus hij was aan het janken en het janken. Het was niet normaal. Ik was echt wel een beetje ziek van. Maar hij is dus naar het hotel gegaan. Dus waarschijnlijk is Waarom blijft hij niet gewoon hier? Hij heeft daar letterlijk een kasteel voor zichzelf. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat weet ik ook niet. Ja. En de nar en de stagiair, waar zijn die? Dat is een hele goede vraag. Dat heb ik niet meegekregen nog. Ik vraag dan, als ze nog steeds weg zijn op moppenkamp en of grappenkamp en andere stage, dan word ik gek. Waarschijnlijk okay, hotel, zei je. Loop je even mee? Ja, hotel. Heb jij wat te doen als ridder? Of is het echt gewoon dat je... Volgens mij was je aan het slapen. Volgens mij heb jij gewoon een saaie baan. Ik was niet aan het slapen, hoor. Weet je het zeker? Ik weet het zeker. Ik was aan het bewaken. Aan het bewaken, ja, terwijl je lekker met je ogen dicht op de poeltafel lag. Ik weet niet waar je het over hebt, maar het is inderdaad wel een beetje saai. Maar dat vind ik helemaal niet zo erg. Ja, het wordt misschien nog minder saai binnenkort, want ik... ik zeg daar niks over. Zeg er niks over. Dat is beter. Welke kamer zit hij? Want ik zie daar een nametag, dus ook in de laatste kamer. Ik denk de laatste, ja. Dat zei hij wel volgens mij. Hallo? Koning? Klop? Klop? Ik wil klop zeg maar, dat is ook niet handig. Hallo? Hallo? Hij hoort ons. Hallo? Koning, mogen we binnenkomen? Ja, kom maar binnen. Oh, we kunnen binnenkomen, prima. Oké. Okay. Ja, dit is de derde hotelkamer zit. Deze is de enige die inderdaad nog vrij was. Hey, goeiedag koning. Ja, goeiedag. Wat ben je aan het doen? Ja, ik wacht op mijn eten. Door wie? Wie gaat het brengen? Ja, de bezorger. Oh, dus oké, okay, weet je, laat maar. Ik heb een... waarom ben je hier? Waarom ben je in het hotel? Nou, ik dacht, ik ga vakantie vieren. Het huisje was nog niet af, dus ik dacht, ik ga even in het hotel zitten en even genieten. Doe je zo graag. Volgens mij is jouw leven één grote vakantie. Nee, ik werk hartstikke hard. Wat doe je allemaal als koning? De ridder die verveelde zich kapot dat hij volgens mij in slaap was gevallen op de poeltafel. Ik neem forten over. En, je neemt forten over, ja? Ik bewaak forten. Je bewaakt forten, doet hij dat niet? We zijn een beetje één team, zou ik zeggen. Okay, en waar is de nar? Ja, die is weg. Nog steeds? Ja, nog steeds, ja. Ik verwacht wel dat hij terug gaat komen. Maar ja, okay. Hij neemt flink zijn tijd, zeg maar. Ja, hij moet wel heel veel goede grappen hebben, hè, als hij terugkomt binnenkort. Dat verwacht ik wel als hij terugkomt, dat hij nog, nog betere grappen heeft. Nog betere grappen heeft. Hey, kunnen we even praten over jouw vakantiehuisje? Ja. Ik denk dat je het al leuk gaat vinden. Ja, dat kan wel. Oké, okay, prima. Zullen we dat bij het vakantiehuisje of bij het fort? Kom maar mee. Ja, ik loop met je mee. Maakt in principe niet uit. Hebben jullie al gezien dat hier twee mensen gezellig op date zijn met z'n tweeën? Nee. Waarom doen ze dat bij mijn terrein, mijn gebied? Dit is gewoon openbare weg hier, hè? Ja, maar waar willen ze heen dan? Nou, waar komen ze vandaan? Waar komen ze vandaan? We zien de winkelvallei. Misschien hebben ze wel even bloemetjes geplukt in de... Weet ik veel wat, gewoon in het open. Wauw, oké. Okay. Ja, weet ik veel. Maar maakt toch niet uit. Het is toch lief, dit. Nou, laten we doorlopen. Oké, jouw vakantiehuisje. Rick die woont inmiddels hier. Daar was hij niet heel blij mee, moet ik zeggen, dat hij inmiddels hier woont. Maar, jullie vakantiehuisje is natuurlijk nog leeg. En jullie hebben een poging gedaan tot interieur. Dat was dit. Dit was letterlijk jullie poging. Ja. Dit gaan we allemaal weghalen. Maar, omdat ik dit zo zag, ik was een ontwerp aan het maken hiervoor en zo. En de blokken aan het verzamelen. En toen bedacht ik me, jullie bakken er niks van. Van zo'n interieur, weet je. Dus wat nou, als jullie samen met mij een timelapse gaan maken over dat we dit huis gaan inrichten. Hoe leuk is dat? Dan kunnen jullie een beetje helpen. Ik weet dat jullie lui zijn. Ik heb de blokken al verzameld. Jullie hoeven ze alleen maar te plaatsen waar ik zeg dat ze moeten geplaatst worden, oké? Okay? Nou, dan moet het wel goed komen, denk ik. Dan moet het wel goed komen. Ik bedoel, kijk, de blokken die liggen allemaal hiernaast. Die liggen letterlijk hier, zo. Dus dat moet ook wel goed komen. Kan niet fout gaan, toch?
Vast niet, nee. Vast nee, niet. Daarom. Zou je het leuk vinden om mee te helpen? Ja, wij helpen wel mee. Jij ook, Ridder? Ja hoor. Ik want kan jij wel moest volgens mij het meest leren. Ja, ik kan wel meteen beginnen met het vloeren. Daar ben ik heel ja, goed nou mee. Ja, weet je, volgens mij heb ik een ontwerp met hele blokken, dus dan kan het bijna niet fout gaan in plaats van halve blokken. Het kan bijna niet fout gaan als het goed is. Oké, wie wil de timelapse starten? Dan mag jij doen, koning. Start jij de timelapse? Zal ik de timelapse starten? Ja, leuk zinnetje en dan start je de timelapse van het interieur van dit huis. Oké, leuk zinnetje en dan start ik de timelapse van dit huis. Goedendag, dat was de timelapse van dit mooie vakantiehuisje. Vonden jullie het leuk, jongens, om mee te helpen? Ik denk het niet, hè? Nou, ik vond het wel amusant. Amusant, ja, je hebt moeten werken. De luie koning heeft gewoon moeten werken. Ja, het was niet lastig, hoor. Niet lastig. Wat vond jij ervan, Ridder? Ik heb wel weer eens wat geleerd. Jij hebt wel weer eens wat geleerd. Ja. Een keer wat anders dan vechten. Zou ik even goed een kleine rondleiding geven om te vertellen wat er allemaal gedaan is? Want volgens mij hebben jullie gewoon hersenloos geklikt en niet echt doorgehad wat er nou gebouwd werd. Nee, dat klopt, ja. Kijk, we beginnen hier buiten. Je hebt hier, ik weet dat je natuurlijk dienaren hebt en dat je als je op vakantie gaat niet alleen gaat. Weet je, je hebt natuurlijk je mensen die meekomen, je werknemers, weet ik wat allemaal. Dus stel je hebt iets nodig, dan kan hier gewoon gewerkt worden aan spulletjes. De ridder kan misschien zijn zwaard slijpen hier en verzinnen het en bla bla bla. Er wordt ook dingen gerookt hier voor jou natuurlijk. Goed. Ja, helemaal goed. Ja, het ziet er mooi uit. Helemaal prima. Dan gaan we naar binnen. En dan heb ik een beetje gekozen voor een royaal rood tapijtje. Ik denk dat past natuurlijk wel bij het koninklijke sfeertje en zo allemaal. Ik zie je nog wel wat... Wat modder. Maar... Ja, nee, maar kijk, als je binnenkomt, dan merk je erop. Kijk, als je de deuren dicht doet, merk je niks van, zie je? Ja, maar dat is als ik binnen ben. Wat nou als ik buiten wil zitten? Dan is het logisch dat er modder is, want je bent buiten. Ja, dat is waar. Nou, dan heb je hier een mooie schilderij en zo. Hier heb je een leuk plekje waar je spulletjes kwijt kan. Hier kan je lekker eten, of althans lekker zitten. Maar dit hier, dit is de royale eetkamer van de koning. Hier kan je even goed zitten met gasten en al. Je hebt een aquarium, daar moeten wel nog vissen in. En gewoon een aquarium in je muren, heb je het door? Ja, ik zie het. Toon er wel enthousiasme voor het aquarium. Ja. Nou ja, ik zie wel maar 3 plekken, maar ja. De stagiaire moet het eten halen. En brengen. Ja, die mag hier wel gaan zitten. Die kan op de grond zitten daar natuurlijk. Kijk, dit is jouw lekker plekje hier. Mm-hmm. Ik heb mijn flint en steel mee. Dus we kunnen ook alle kaarsen kunnen we gelijk lekker aansteken. Dat er wat extra licht hier binnen is overal en zo. Goed, dan gaan we hier door. Dan heb je hier kan je royale ridder armor kan je neerzetten wat je wilt. Misschien dat de ridder wat daarvoor heeft of zo. Jazeker. Ja, toch? Ja. Dan hier hebben we een trappenhuis en ik heb het trappenhuis opgevuld met goud. Ik heeft mijn eigen goud gekost, dus ik hoop dat het goed behandeld wordt door jou. Ja, vast wel. Ik ben heel goed met goud. Ja, weet je het zeker? Ja, ik raak het nooit kwijt. Nou, dat geloof ik niet. Dan gaan we hier naar boven. Dan kom je hier in de overloop. De overloop heeft natuurlijk gewoon een lekker chill plekje waar je kan zitten. Als je gewoon even moe bent, kan je zitten. Kan je weer wat mooie ridder armor kan je hier plaatsen? Misschien dat de ridder nog meer armor heeft. Waarom kan ik mijn schild niet plaatsen? Nee, dat is niet voor een schild gemaakt. Het is echt alleen voor je uitrusting, zeg maar. Oh, oké. Zit het lekker, koning? Ja, ik moest even uitrusten. Ja, dat snap ik. Het is ook een zware dag allemaal vandaag. Je hebt helemaal moeten werken. Je hebt helemaal je handen vuil moeten maken. Ja, dat nog nooit gebeurt echt. Nog nooit gebeurd. Nou, kijk, dan komen we hier in de overloop. Heb je ook een boekenkast. Kan je ook je eigen boeken nog toevoegen en zo. En dan de master bedroom. De master, mega master bedroom hier. Is dit kleine royale slaapkamertje. Ja, er is niet heel veel ruimte. Het is ook niet echt heel groot. Maar jij wil dat ze heel graag hebben. Maar hier kan je slapen. Het is lekker beter dan naar de sterren kijken, toch? Ja, ik vraag me af, waar zijn de sterren? Ja, die heb je hier niet. Het is gewoon... Er zijn geen sterren hier. Er zijn geen sterren. Dit is als je droog wilt slapen, kan je hier slapen. Stel, het regent een keertje, kan je gewoon hier liggen, weet je. Ja, oké. En anders kijk je gewoon daar naar buiten. En anders kan je uit het raam kijken. Je hebt 2 raampjes, dus dat moet wel goed komen. Nou, dan gaan we door. Doen we deze deur weer achter ons dicht. Dan gaan we hier naar de opslagruimte. We hebben ook weer een kaarsje die ik aan kan steken. Zo, hoppakee. Kan je nog een bloemetje kwijt? Heeft iemand een bloemetje? Ik heb geen bloemetje. Heb jij een bloemetje? Ik heb ook geen bloemetje. Ik ga snel een bloemetje voor je plukken. Zo goed wil ik het hebben allemaal. Ben je wit prima? Ja hoor, is prima. Ik heb een witte bloem. Ah, ik zie daar een paars ook. Ja? Ik zie daar een paars. Wil je paars? Ja, ik wil paars. Oh god, oké, prima. Ik ga een paars voor je halen. Mooi. Zo, een paarse bloem plukken we. Ik heb een paarse bloem geplukt voor je. Oh, ja. Ik zie daar een rode nog. Ja, rode past beter bij mij. Rood past beter bij mij. Puur om het feit dat het inderdaad beter past bij het huis ook. Haal ik er rode. Maar is dat de laatste, oké? Ik ga niet daarna nog een andere. Nee, is de laatste. Oké, de laatste, rode. Jeetje. Licht oranje. Wil je zeker niet dat je oranje wilt? Wat zeg je? Er ligt oranje. Nee, pak maar rood. Oké, ik pak toch voor de zekerheid pak ook oranje. Dat ik niet nog een keer hoef te lopen. Dus ja, ik heb rood voor je. Prima? Ja rood is prima. Die oranje gooi ik hier. Dan gooi ik hem omhoog, komt hij. Oh, ja, ik vang hem. Heb je hem?
Ja, ja, ja. Oké, ik kom eraan. Ik kom eraan. Zo, heb je hem al geplaatst? Nog niet. Ik wacht op jou. Oh nee, hier is ook een leeg... Ridder, als jij nou even een ander leuk bloemetje gaat pakken buiten. We hebben hier daarbij nog een flowerpot staan. Ja? Ja, komt goed. Ja, ja. Oké. Nou, komt ie, hè? Ja. Gaan we erin doen? Oh. Oh mijn god, je bent echt er dom... Oh. Oh mijn god, je duwt mij ook nog eens naar beneden. Je bent echt er... Stop hem erin. Kom op. Ja. Kom op. 1 en 2. Hoppakee. Oh. Nee, nog een keer. Juist. Ja, goed zo. Kijk. Niet meer aankomen. De ridder is nog een bloemetje halen. Staat hij mooi? Ik vind hem mooi staan. Hij is prachtig, hè? We wachten heel even op de ridder. Gewoon hier tot die... Kijk, dat is het lekkere. Als je wil wachten, kan je nu gewoon hier zitten. Zo. Ah, kijk. Trouwens, deze moet ik ook nog aansteken. Zo, hoppakee. Kijk, dan kunnen we lekker zitten. Heel verwacht. Welke kleur hoop je dat hij heeft? Groen. Dus, groen? Ja, maar groen als bloem dan. Hey, wat heb je? Welke kleur heb je? Ik heb niet echt kunnen kiezen. Dus ik heb een beetje lopen uitzoeken en ik denk van, ja, nou, dit zijn ze een beetje allemaal. Ik weet niet. Zo, dat zijn behoorlijk wat bloemen. Ja, ik denk dat die wel passen in het kleine bloempotje, toch? Ja, ik denk dat er maar eentje in past. Maar laat de koning maar kiezen. Welke kiest de koning? Ja, we kunnen ze wel gewoon allemaal erin doen. Nee, dat is niet hoe bloem... Oh, weet je, het werkt prima. Lees dat heel mooi. Die? Dat is een mooi bloemetje. Ja, dat is een mooi bloemetje. Ja, prima. Ja. Goed, dan gaan we door. Dan denk je, we hebben hem gehad. Maar jij houdt natuurlijk van de sterren en uitkijken en weet ik wat allemaal. Dus we hebben hierboven, een beetje net zoals in het fort. Kijk, hebben we van alles en nog wat. Je hebt hier ten eerste een tafeltje waar je gezellig kan kletsen. En als je even buiten wil lunchen, kan het hier ook. Ja, dat is gezellig. Dan heb je hier een lekker plekje om te gaan zitten zoals dit. Kan je hierop gaan zitten. Zit je droog voor als het regent? Zit je uit de zon? Want de zon, kijk, ik zit precies uit de zon nu. En dan kan je ook gewoon tv kijken. Mooi. Als het regent moet je wel snel naar binnen tillen de tv. Dat is wel het enige. En een heel mooi uitzicht. En een prachtig uitzicht natuurlijk weer, ja. Nee, maar als het regent, zou ik wel snel de tv naar binnen brengen. Ja, dan vraag ik jou wel. Nee, dan heb je stagiair voor, hè? Voor dat soort taakjes. Ja, als hij terug is. Als hij terug is, dan is hij anders je ridder. Ja, oké. En het feit dat het kasteel is me opgevallen, die schiet op jouw vakantiehuis. Dus ik dacht, dat is misschien wel zo eerlijk dat het vakantiehuisje ook terugschiet op het kasteel. Ja, dan hoop ik alleen dat die kogels nooit gaan raken. Maar, nee, die kogels zijn heel traag. Het duurt maar 1 jaar voordat ze daar een keer zijn. Het zijn hele trage kogels. Oh, in dat jaar dan zijn we al wel weg. Ik hoop het, echt heel erg. Maar goed, je wil natuurlijk hier zitten en lunchen. En als je drankje wil, hebben we hier het hok van de stagiair. Die heeft zijn eigen bedje weer hier en zijn opslag en meer heeft hij niet. Hij heeft ook een eigen balkonnetje. Dat is op zich wel lekker voor hem natuurlijk. Ja. Kan hier ook lekker zitten en zo. Nobel van je. Ik zou het niet gedaan hebben, maar... Nee, maar als jij op vakantie gaat, wil je wel natuurlijk iemand hebben die jou helemaal bedient en zo, weet je? Ja, helemaal in de watten legt. Dus ja, vandaar dat de stagiair had ook een klein hokje nodig. En ja, dat is jouw huisje dan voor nu. Blij mee? Ik hoop het echt heel erg. Ja, ik ben blij mee. Toch? Het is klein, maar nederig. Ja, maar letterlijk, jij hebt dit huisje gekozen toen hij er al stond. Het is niet alsof hij groter kon worden of kleiner kon worden. Voor mijn gevoel was hij wel iets groter, maar... Hoezo iets groter? Het is letterlijk... Hij heeft een inrichting gehad. Hij heeft gewoon letterlijk... Hij is van kaal naar inrichting gegaan. Ja, maar ik vind het wel goed, hoor. Het ziet er mooi uit. Ja, helemaal top. Helemaal mooi. Goed, daar ben ik blij mee. Maar goed, helemaal tevreden. Je kan lekker op vakantie. Je gaat ervan genieten, zou ik zeggen. Ja, nu niet. Ik heb net al vakantie gehad. Ja, maar we hebben het hele huis voor je gebouwd. Ja, nee. Ik ben helemaal fit weer. Ik ben lekker wakker geworden van dat bouwen allemaal. Ik denk dat ik er even koning kan zijn. Nou, weet je, het is er in ieder geval. Weet je, ik help. Kom, we gaan lekker terug naar je huis of naar je kasteel toe. Mooi plan. Maar, ga maar voorop. Ik ga voorop. Prima. Die koning is af en toe ook zo moeilijk, hè? Ja, hoe hou je het met hem vol? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Nee, dat snap ik ook. Wacht even. Wat? Huh? Oh nee, niet de DBE. Dit is de DBE. Oké, jongens. Hey, hallo. Hallo. Oh, het is de DBE. Hallo, DBE. Oh. Goeiedag. Oh, wacht eens even. We zijn hier onderzoek aan het doen. Beetje afstand houden. Wat doen jullie in mijn fort? Er zijn hier zeer ernstige zaken gebeurd. En jullie mogen zomaar binnenkomen. Heb je gezien wie wij zijn? Heb je gezien wie ik ben? Dat doet er volgens mij niet toe. Wij zijn even aan het rondkijken, maar het komt volgens mij wel goed uit. We zouden graag even de ridder meenemen. De ridder? Voor wat? Oh jee. Voor wat vragen. Dus kan je even meekomen? Ja, prima. Niet te veel vertellen. Komt goed. oh mijn god, ze gaan hem volgens mij ondervragen. Wat gebeurt hier nou? God, wat is er aan de hand? Ja, er hangen ook overal camera's hier en zo. En hoe komen die camera's hier? Ze gaan zomaar mijn fort binnen. Hoe komen ze hier binnen? Zei dat nou? Ja, ze mogen hier helemaal niet binnenkomen. Je hebt de deur openstaan en je hebt je bewaker meegenomen naar alles en nog wat. Ja, je zou toch... Daar komen ze weer. Ze hebben wel een beetje moeite met de deur zo te zien. Koning, kan jij ook nog even meekomen? Ja, is goed. Is hij eigenlijk een stempelkucht? Oeh, wat hebben ze je gevraagd? Wat hebben ze gevraagd?
Ik weet het eigenlijk. Ik ben een beetje bang, oké. Okay. Ja, ik snap het, maar ik denk dat het over die camera's allemaal hier gaat. Wat hebben jullie gedaan met... Ik hoor dat er iemand geslagen wordt. Ik ben hier helemaal niet gespecialiseerd voor, man. Je bent ridder, kan jij ze niet wegsturen of zo? Kan je niet vechten of iets doen? Wie zijn ze überhaupt? Ja, dat is de DBE. Dat zijn de agenten hier. Die lopen door het continent heen. En die zijn letterlijk alles en iedereen in het gaten aan het houden. En volgens mij hangen hun camera's hangen in jullie fort. Wat zijn camera's? Die dingen die op de muur hangen. Oh, oké. Okay. Oh, daar komen ze. Ja, en toen zei ik dus tegen mijn hond, dat mag helemaal niet. Waar hebben jullie het over gehad? Volgens mij weten we wel genoeg, maar we zouden toch graag de piraat ook nog even mee hebben naar binnen. Oh nee, niet mij, oké. Okay. Wens me succes, jongens. Ja, hallo. Ik ga wel even zitten, prima, ja. Ja, zoals je kan zien, hier hangen een hele hoop camera's. Ja. Maar die hebben wij niet geplaatst dit keer. Dat zijn niet jullie camera's? Het zijn wel onze camera's, maar wij hebben ze niet hier geplaatst. En we spreken de koning ervan. Ja, dat... Hij ze hier heeft opgehangen. En deze komen niet van hier. Die komen waar komen die camera's daar vandaan? Uit het DBE-gebouw komen die camera's. Ja, ja ik weet... Ja? Er is ook nog een van onze medewerkers vermoord. Dus dit is wel een... Nee! Wie? Weet jij daar toevallig meer over? Wie? Heb je ze gezien? Wie is ze vermoord? Ja, Ronald. Nee! Medewerker van de maand Ronald! Ja. Wij kunnen het ook niet helpen. Dus je begrijpt dat dit een serieuze zaak is. Ja, nee, dat snap ik. Dat is een serieuze zaak. Medewerker Ronald van de maand, sorry. Heb je de koning dit zien doen? Nee, de koning die heeft dit kasteel van mij overgenomen. Of eigenlijk van Rick gestolen. Dus hij heeft al vaker dingen gedaan die hij mocht. Alleen dat zag ik door de vingers. Ik denk, ja, kasteel dat past wel best bij een koning in plaats van een piraat. Maar, nou, ik weet niet of hij... Dit weet ik niks van. Oké, okay. Ja, dan... Denk ik ja, dat geen jullie moeten maar even onderzoek hebben. Doen en zo. Ja, verder onderzoek doen. Ik weet van niks. Ik ben van alleen maar druk met progressie hier. Wij hebben vrede. Wij doen niks. Ik heb niks gedaan, in ieder geval. Ja, het klinkt niet goed wat die koning hier allemaal aan doen is. Nee, dat snap ik. Dat klinkt zeker niet goed. Jullie moeten afstemmen wie de deur open doet met elkaar. Ja, we komen hier niet zo vaak. Oké, dus wat nu? Wat gaan jullie doen? Ja, kunnen jullie nog even weggaan? Dan kunnen wij verder gaan met ons onderzoek. Oh, ik wil graag dat jullie weggaan naar mijn fort. Over een uurtje denk ik dat hier uur? Al het fort in kan. Ah, trouwens, mij maakt het echt gereed. Ik woon hier niet. Dit is allemaal voor mij. Ik denk dus, dat jij niet zo goed zeggen hebt op dit moment. Ridder, doe iets! Je bent een ridder! Over een uurtje. Bescherm je koning! Ja. Kom dan! Oh! We gaan even het fort over een uur. Oké, we gaan wel even terug. Rustig aan. Wat voor ridder ben jij? Bescherm je koning. Maar kijk, mij boeit het echt geen reet dat we eruit worden gezet. Ik heb je opgeleid hiervoor. Waarom doe je niks? Als je kijkt naar de zwaarden die ze hebben, is het best wel angstaanjagend. Wat voor zwaard heb jij? Oh mijn god, dus ik heb al die tijd met mijn... Heb jij niet betere spullen dan dat? Nee, dit is het enige. Wel hoor, we hebben heel veel pistolen en zo. Ik heb al die tijd heb ik gewoon makkelijk waarschijnlijk kunnen winnen. Door mijn armor aan te trekken en... Hadden jullie nooit hier kunnen zijn, gewoon. Gaat hij achter jou schrijven? Jullie dat wel gedaan. Weet je, ik ben wel benieuwd waar dit heen gaat. Ik bedoel, ze zijn druk bezig met onderzoek. Zo te zien zijn ze alles aan het weghalen, al die camera's en zo. Oh, ja, sorry, ik haal, sorry. Ja, nee, even zwart niet pakken. Dat dit in mijn fort gebeurt, joh. Dit is, ja, je moet... jouw fort is het, hè. Ik bedoel, ik heb mij gegeven, maar je moet hem wel zelf beschermen. Ik ga wel even maatregelen treffen hier tegen. Ja, dat snap ik. Misschien een betere ridder aannemen. Ja, misschien stagiair of zo. Ik weet niet. Moeten opleiden. En ik heb nog dit hier geplaatst, hè, om mensen af te schrikken voor jullie. Dat heb ik hier gedaan. Dat heb ik gedaan voor jullie. Ja, het ziet er niet best uit. Nee. Is jullie onderzoek al klaar? Bijna. Dat is een snel uur. Ja, mijn klok loopt misschien sneller dan die van jullie. Ik krijg meer betaald, hè. Dat scheelt. Ja, dat scheelt inderdaad. Is er ook een begraafplaats of begrafenis voor Ronald? Wie is Ronald? Sorry? Geslotenkring. Gesloten. Maar ik ken de Ronald heel goed. Ik ben meerdere keren op bezoek geweest bij jullie. En er is een begraafplaats hiernaast. Dat is de enige van het continent. Er is maar één begraafplaats in heel dit continent. Dat is naast het fort. Kunnen jullie hem wel begraven? We zullen erover nadenken. Oh, oké. Wie is Ronald? Ronald was een receptioniste. Alleen die is vermoord. En dat was altijd medewerker van de maand. Voor maandenlang. Volgens mij hebben we het wel. Ja. Het was een snel uur. Jullie horen was heel snel. Maar jullie horen nog van ons. Oh jee. Jullie gaan allebei de andere kant op. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Oké. Jongens, jullie kunnen je fort denk ik weer in. Ja, ik weet niet of ik dat nog wel wil eigenlijk hierna. Hoezo? Dat ze gewoon zomaar binnen kunnen wandelen. Misschien moet ik wat meer medewerkers aannemen. Wat meer ja, ridders. Misschien heb je meer bewaking nodig. Ik bedoel, ja. Ik kan ook altijd makkelijk naar binnen wandelen hier, hè? Ze hebben ook alles meegenomen. Al die camera's die hier hingen en weet ik veel wat. Ja, dit ziet er niet best uit. Nee, het ziet er niet al te best uit. Hé, ik zou zeggen, doe even rustig aan.
Maar voordat ik wegga, hebben jullie camera's gestolen? Het DBE-gebouw overvallen? Nou, niet dat ik weet. Heb jij dat gedaan? Ik weet nog steeds niet wat camera's zijn. Weet je, denk er even rustig over na. Ik ga er vandoor. Doe voorzichtig met jullie zelf. Train die ridder nog een keertje van je, dat hij misschien mensen kan afschrikken. Ja. Dat is een ridder, oké? Ja, gaan we doen. Ik vond ze eigenlijk helemaal niet zo eng. Zeg je nu. Ja. Nou jongens, tot ziens. Goed, dat was echt een hele rare ervaring met de koning, de ridder en de DBE. Het is de eerste keer dat ik de koning samen met de DBE heb gezien. En dan komen we dus ook achter dat de ridder misschien een beetje een zwakke ridder is of zo. In ieder geval, het vakantiehuisje is gebouwd. Maar, zoals jullie misschien weten, van 2 of 3 afleveringen geleden heb ik het DBE-gebouw natuurlijk overvallen. En ik heb al die camera's daar geplaatst. En heel zielig, ik heb Ronald ook vermoord. Dus ik hoop dat de DBE niet achterkomt dat ik het ben. Maar ik heb dat allemaal daar geplaatst in de hoop dat dit zou gebeuren. En dit gebeurt dus ook echt. Dus nu moeten we alleen nog maar hopen dat het goed komt en dat ze er echt niet achter komen dat ik het zijn. Hey, is dat mijn kameel? Is dat mijn kameel? Of kaneelkoekje? Dat is een Rikse kameel. Hey joh, dat is een Rikse kameel. Hey joh, jongens, dat is niet jullie kameel. Dat is het kameel van Rik. Kom eens terug. Dat is een Rikse kaneelkoekje, of niet? Ja, doe een proefrit. Waarom pakken jullie die? Proefrit. Een proefrit? Voor wat? Mocht dat van Rik? Ja. Ja of ja? Ja. Weet je het zeker? Nee. Rijdt hij goed op zijn minst? Beetje hommelig. Ja, daar, dat is ook het idee van. Dan weet je wat, dan ga je lekker je ritje doen. Maar in ieder geval jongens, ik hoop dat de DBE echt verdenkt dat de koning het is. En dat de koning misschien uiteindelijk wordt opgesloten. Zodat ik zelf niet de koning hoef te gaan verjagen of zo. Althans, ik denk dat ik het nu wel zou kunnen. Aangezien ik erachter ben gekomen dat de koning nou niet echt een goede beveiliging heeft of zo. Dus ja, we gaan kijken waar dit allemaal heen gaat. Laat even in de reacties weten als jullie een idee hebben waar ik dit heen moet gaan brengen. Althans, waar ik dit heen moet gaan sturen. Want ik kan natuurlijk wel een beetje invloed hebben hier en daar. Althans, de DBE is nu wel echt heel erg op hun hoede. En ze gaan onderzoek doen naar dit allemaal. Dus laat even reacties weten als je een goed idee hebt wat mijn volgende stap moet zijn. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en vergeet vooral even niet te abonneren. We zitten bijna op die 390.000 abonnees en daarna bijna op die 400.000 abonnees. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles in deze content-veenwereld. En nu spreek je later. Graag zwaar. Tot de volgende keer.